Ja, ik denk dat we van beide zijden een prima wedstrijd hier gezien hebben in een uitstekende entourage. Een topwedstrijd gezien hebben tegen een ploeg die zesde staat op de wereldrang. Ik vond dat we in het begin, in de eerste helft, leek het alsof we wat nerveus waren in het op gang brengen van die wedstrijd. Het initiatief was ook aan de Pedersen, maar daarna vond ik dat we het prima gedaan hebben. Dat we onze kansen kregen, alleen we beloonden ons daarin niet. Het doelpunt bleef uit. De tweede helft wilden we dat graag doorzetten. Al moet ik zeggen dat er een fase is in het begin van die tweede helft, dat ruimtes, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, toch wat groter werden. Met name tussen linies en ook in de achterste linie. Waardoor onder andere ook die strafschop komt. Ja, daar komen we natuurlijk op dat moment goed weg. Ik moet zeggen dat Loes die bal daarna fantastisch stopt. Daarna nemen we toch weer wat over. En kunnen we het spel ook wel meer verplaatsen. Dan is het ook een momentje van geluk dat je misschien nodig hebt. Een momentje van geluk dat bijvoorbeeld kunnen vallen bij die afgeslagen bal. Of die bal die van richting veranderd werd. Die erin had kunnen gaan, dat gebeurt dan niet. En uiteindelijk is het 0-0 na die wedstrijd. Ik moet zeggen dat ik een echt bij vlagen goed Nederlands elftal gezien heb dat verzorgd voetbal wilde spelen, dat dominant wilde spelen, dat ook met fases gedaan heeft. Op het moment dat we met een beetje geluk wegkomen, dan voor hetzelfde geld er zelf eentje kunnen maken, dus al met al. Denk ik dat die 0-0 een terechte uitslag is in deze wedstrijd. Ja,